Welkom bij een nieuwe aflevering van Onze Zorg. Vandaag gaan we kijken hoe het is om te werken bij SWZ. SWZ staat voor Stichting Wassenaarse Zorginstelling en zij bieden ondersteuning op het gebied van zorg in de breedste zin van het woord aan de inwoners van Wassenaar. SWZ beschouwt iedere medewerker als uniek. Naast het werken zijn ook de eigen wensen van de medewerkers belangrijk voor SWZ. Directeur Nico Oldshoorn vertelt meer over de diensten van de zorginstelling. SWZ heeft een aantal locaties. Twee locaties voor verzorgingshuiszorg. Eén locatie daarin wordt aan gehandicapte zorg verleend. Daarnaast een zorghotel en bieden we als SWZ thuiszorg in Wassenaar. Ja hoor. Er zijn ongeveer 330 medewerkers binnen de SWZ. Veel vacatureruimte hebben we niet binnen de SWZ, omdat vrij veel mensen spontaan solliciteren bij de SWZ. Wij vinden medewerkers daarin ook heel erg belangrijk, omdat als je kijkt naar de hele kwaliteit in zorgverlening, vindt die altijd plaats tussen die ene medewerker en die ene bewoner. Daar gebeurt alles en alle zaken daaromheen zijn feitelijk alleen maar voorwaarden om te zorgen dat dat proces ook heel goed kan verlopen. Dus medewerkers zijn heel belangrijk en degene die de zorg krijgt is heel belangrijk. Die twee moeten het samen uitmaken. Ook vrijwilligers zijn belangrijk bij de SWZ. Bart Delfgauw is werkzaam als gastheer bij SWZ Willibrord in Wassenaar. Ik zorg dat de mensen alles krijgen waar ze behoefte aan hebben in de zaal. Eten, drinken. Ik let ook heel erg op de mensen en of alles goed gaat. Dat is natuurlijk heel belangrijk in mijn vak. En ik stel de mensen gerust, ik stel ze op hun gemak en dat ze zich, vooral de nieuwe mensen, thuis voelen. De mensen op hun gemak stellen is heel veel met ze praten. Ik loop hier al 8 jaar in huis, dus iedereen kent mij al heel lang. Ik woon aan de overkant van het huis, dus ik ben heel bekend binnen en buitenshuis. De mensen een aai over de bol, letterlijk, wat heel belangrijk is. Mensen voelen zich soms ongelukkig. En of zijn verdrietig, om wat voor reden dan ook. En als je even een arm om ze heen slaat, dan voelen ze zich alweer op hun gemak. En ja, dat is een hele belangrijke taak, vind ik. Ik denk dat het heel belangrijk is, omdat ik ben bijna dagelijks, of zeg maar 4-5 dagen per week in huis. Dat ze een bekend gezicht zien, dat ze altijd direct naar je toe kunnen komen. Ze roepen vaak: Bart, help even. Of Bart, wat is er aan de hand? Of Bart, weet jij hoe laat het is? Wat eten we vandaag? Dat bekend gezicht, dat is al eigenlijk een hele geruststelling. Als ik 's ochtends binnenkom, dan: oh Bart, heerlijk, krijgen we koffie van je. Dat is al zo belangrijk. Eerlijkheidshalve was ik hier vrijwilliger. En op een gegeven moment heeft het huis gevraagd: zou je het leuk vinden op je oude dag, want ik loop tegen de 60, wil je nog een baan hebben? En dat vond ik bijzonder aantrekkelijk eigenlijk, dat ik toch een vastigheid heb. Dat je nodig bent in huis. En dat vond ik heel belangrijk om dat te kunnen doen. Medewerkers krijgen bij ons een scholing aangeboden. Medewerkers kunnen zichzelf verder ontplooien. Ik denk dat als jij met elkaar afspreekt dat medewerkers ook belangrijk zijn, moet je medewerkers ook horen. We hebben medewerkers tevredenheidsonderzoeken die we uiteraard doen, 1 keer per 2 jaar. En daaruit komt ook naar voren toe dat medewerkers redelijk goed tevreden zijn. Medewerkers moet je ook mee laten praten in het beleid voor je hele organisatie. En ook dat vindt regelmatig plaats. Zaken die er vooral uitkomen is dat medewerkers vinden dat zij een behoorlijke zeggenschap moeten hebben. Hoe gaan zaken lopen? Hoe moeten wij bezig zijn met onze zorgverlening? Waar liggen onze grenzen? Welke kanten mogen wij op? Nou, daar moet je naar luisteren en daar moet je een algemeen beleid op maken met elkaar, zodat die medewerker zich ook daarin kan herkennen. Het belangrijkste van onze instelling is dat wij zeggen: zorg die moet op zich al op een goede manier geleverd worden. Daar moet je feitelijk niet eens zoveel aandacht aan hoeven te besteden. Zorg is een onderdeel wat we allemaal hebben. We worden allemaal 's morgens worden we wakker, we gaan met z'n allen gaan we douchen, we kleden ons aan. Als een bewoner gaat praten bij ons over zorg, dan denken wij: hé, er is iets fout. Want die bewoner moet juist kunnen praten over allerlei andere aspecten waar wij het ook over hebben. De zaken die elke dag gebeuren, die in het nieuws zijn, het wonen, het welzijn. Dat zijn aspecten waar bewoners het over moeten hebben. En wij denken, door heel veel activiteiten aan te kunnen bieden,
door heel veel op dat gebied aandacht te geven, denken wij dat de bewoners daardoor bij ons ook een prima verblijf hebben. En daardoor ook veel minder over inhoudelijkheid van zorg praten. Nou, dat moet je ook niet doen. Je moet gewoon praten over de dingen van de dag. De Wassenaarse zorginstelling wil net ietsje meer bieden aan hun cliënten, maar ook aan hun medewerkers. Zo zijn er allerlei voordelen waar ze gebruik van kunnen maken. Ik kan bijna zeggen, je kan ze gek niet opnoemen of het vindt hier plaats. Van het houden van huisdieren, wat mensen hier kunnen, tot een bus die we aangeschaft hebben waar mensen dagtochtjes mee maken. Tot uiteraard ook het traditionele breikransje, maar ook zangmiddagen, individuele activiteiten, groepsactiviteiten, noem het maar op, bijna alles. De medewerkers kunnen erkende opleidingen volgen binnen de organisatie. De zorginstelling biedt vele mogelijkheden voor de medewerkers om zichzelf te kunnen ontwikkelen. Hierover komen we meer te weten in de aflevering van volgende week. Wat verschillen zijn tussen onze instelling en andere instellingen, dat is heel moeilijk te bepalen natuurlijk voor mij. Wat ik heel erg leuk vind en heel erg belangrijk vind, is dat wij een relatief kleine organisatie zijn. We zijn, ja, misschien mag ik het wel eens noemen, één grote familieband die juist dicht bij elkaar staan. En daardoor denk ik ook een heel stuk gezelligheid, maar ook een heel stuk rust kunnen uitstralen naar mensen die ook van ons een stuk ondersteuning verwachten. Daarin hebben we één heel groot motto: laat de mensen hun eigen waarde behouden. Dat proberen we ook onze medewerkers. En ik denk dat onze medewerkers die eigen waarde ook naar andere bewoners toe overbrengen. De doelstelling van de SWZ is om mensen, zowel jongeren in de thuissituatie als ouderen, goed zelfstandig te kunnen laten functioneren in al hun beperkingen eventueel, maar waarin ze wel zelf aan kunnen geven en zelf kunnen bepalen hoe hun leven eruit ziet. Ik begon dus als vrijwilliger. En omdat ik dan heel veel in huis ben, maar ook vaak als ik op vakantie ging, dat weet ook iedereen natuurlijk. En dan ging ik lang op vakantie. Nou, dat kan nu dus niet meer. Maar dat is ook niet erg, want ik vind het heerlijk om wat nog te doen te hebben. Dit was weer een aflevering van Onze Zorg. Volgende week besteden we aandacht aan de opleidingen van SWZ.